Dank u wel, voorzitter. Ik begin met drie vaststellingen. De eerste is van leven ga je dood. De tweede is de luchtkwaliteit in Nederland is hartstikke goed. En de derde is we leven in een land van intensieve menshouderij, waarbij steeds meer mensen bijkomen. En waar je meer mensen, net als in een varkensflat, samenstopt, daar ontstaan meer ziektes. Dat vaststellende. De WHO heeft tijdens de coronamaatregelencrisis... vlug de normen strenger gemaakt voor luchtkwaliteit... zodat het lijkt alsof er nergens meer schone lucht is. Nou, ik zeg tegen... Het hele kabinet eigenlijk negeerde nieuwe normen van deze New Yorkse criminele bende. Die hogere normen die zijn namelijk alleen maar haalbaar als we alleen nog gaan wandelen, fietsen, elektrisch rijden, in 15-minuten steden gaan wonen en iedere industrie afschaffen. Zo konden we ook lezen in het Volkskrant artikel waarvan uh, vanwege dat er wat is aangevraagd. Vliegen? Nee, dat stoppen we natuurlijk. Dat mag alleen nog de elite straks. Dat zien we natuurlijk aan de stikstoftellingen waar de privé niet mee gingen tellen. Het gaat de WHO dan ook niet om luchtkwaliteit, maar om het afpakken van de vrijheden van mensen. En hoe mensen willen leven, hoe ze dat willen invullen, laat dat vooral aan die mensen zelf, want hoe groter de rol van de overheid, hoe kleiner de mens zelf en hoe zieker de mens ook. Laat het aan de mensen. Als dankzij de regering de energieprijzen exorbitant hoog zijn, dan moeten mensen wel hout kunnen stoken. Ook in moderne kachels die weinig uitstoot in huis hebben, want Mensen moeten ook nog geld overhouden om eten te kunnen kopen en dat is ook al zo duur. En dan moeten ze die kinderen, als het om kinderrechten gaat, ja, dan moeten ze ook hun kinderen kunnen voeden. En als dit debat, uh, als alle maatregelen tot nu toe voor worden gesteld, dan heeft geen kind straks nog, als die doorgaan, heeft geen kind straks nog te eten. We debatteren vandaag, omdat ook in het artikel te lezen valt dat op een levensverwachting van over de 80 jaar die we hier hebben, 2,5 maand winst kan worden geboekt. Maar de paradox is dan wel, dan moeten we wel het leven zelf afschaffen. Anders gezegd, deze dwingelandij maakt mensen al ruim voor hun overlijden koud. Elektrisch rijden, voorzitter, is een voorbeeld. Iedereen moet maar aan de elektrische auto, zodat we hier twee maandjes langer kunnen leven op een leven dat al zo lang duurt. En dat, zou, en dat juist dat elektrische rijden, dat zorgt nou voor, weer voor een extreem lage levensverwachting in de kobaltmijnen, de tienduizenden kinderen en jonge mannen die daar werken in Congo. En dat maakt, voorzitter, als wij onze twee maandjes extra opeisen... ...maakt dat de kinderen daar kort leven, met misvormingen opgroeien... ...en dat hun kinderen, als ze nog geboren worden, ook misvormingen krijgen. Dat maakt dit tot een diep racistisch motief en daar ben ik heel triest over. Voorzitter, in Afrika mogen de mensen dus wel vroeg dood... ...van de mensen die hier twee maanden langer willen leven. Vreselijk. Voorzitter, wat er over de wereld raast is een moreel gecastreerde parasitaire energie... ...vanuit New York en Davos... Energie van bange mensen die hun menselijkheid zijn kwijtgeraakt. Hun doodsangst, want die hebben ze, zorgt voor de draconische werkelijkheid waar we nu al drie jaar in leven. Een werkelijkheid bezien vanuit de elitaire kaastop waarbinnen wel een bar slechte luchtkwaliteit heerst. En die wordt geprojecteerd op de buitenwereld. Kom eens buiten, zou ik zeggen. En als ik de fantastische leraar Wayne Dyer mag parafraseren. If you change the way you look at things, the things you look at change. Kom eens kijken buiten en kijk eens bij gewone mensen thuis in die fletjes hoe het daar gaat. En stop even met deze onzin. Van leven ga je dood, accepteer dat. En dat het laatste, voorzitter. We hebben ook te maken met een gigantische oversterfte. Moeten we het daar misschien eens over gaan hebben? Of komt dat ook al door de slechte luchtkwaliteit die niet bestaat? Dank u wel. Dan ga ik door naar de volgende spreker. Dat